De spoedeisende hulp en Lelystadse huisartsen zijn blij met de nieuwe afdeling Getijden in het Sint-Jansdal ziekenhuis. Dat zagen we gisteren in dit drieluik over ouderenzorg. Ook specialist ouderengeneeskunde Marco Lofredo is lovend. Getijden is volgens hem een unieke oplossing voor een steeds groter wordend probleem. De afdeling is bedoeld voor ouderen die niet goed thuis verzorgd kunnen worden, maar die ook niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname. Ik denk dat het in de toekomst niet meer anders kan. We krijgen een enorme tsunami, wordt dat wel eens genoemd, aan ouderen die allemaal aandoeningen hebben. Waar die anders naar het ziekenhuis zouden moeten en die kunnen nu hier terecht. Kijk, hele complexe ziekenhuiszorg kunnen we hier niet leveren, maar hele eenvoudige ziekenhuiszorg gaan we hier wel kunnen leveren. En dat maakt het mooie. De nieuwe afdeling is een samenwerking van het ziekenhuis, Woonzorg Flevoland en Zorgverlener Coloriet. Er zijn 17 bedden voor ouderen beschikbaar. We hebben meerdere doelgroepen op Getijden. Dus we hebben die doelgroep waar we kijken wat is er nu precies aan de hand. Waar we observeren. We gaan ook met behandeling bezig. Dus als iemand een infuus nodig heeft voor antibiotica, kan die dat per volgende week bij ons krijgen. Maar er zijn ook mensen die in het ziekenhuis wachten op een verpleeghuisplek. En die kunnen dan bij ons komen wachten. Dus we hebben een verscheidenheid aan doelgroepen. En dat maakt het leuk, afwisselend. En wat mij ook opvalt is dat die mensen die hier komen wachten in het verpleeghuis over het algemeen ook snel weer overgeplaatst zijn. Omdat we een samenwerking hebben met Coloriet en WZF. En ja, ze weten dat wij gebaat zijn met een goede doorstroming. Volgens specialist ouderengeneeskunde Lofredo was deze vorm van zorgen in Flevoland een soort missing link. En niet te vergelijken met bijvoorbeeld revalidatiecentra. Kijk, een revalidatiecentrum is, dan heeft iemand of een beroerte gehad, of die heeft zijn heup gebroken of een enkel gebroken. En die moet weer leren zelfstandig te worden. Hier ligt echt meer de nadruk op wat is er aan de hand? Of hoe gaat het? En kunnen we de behandeling hier geven? Nou, dat is een hele andere vorm van zorg dan op een revalidatiecentrum. Het gaat dus ook om diagnostiek. Er wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is. Daarvoor is het dus erg handig dat de afdeling in het ziekenhuis zit. En wat het unieke maakt van deze afdeling is dat we heel nauw met elkaar samenwerken. En dat als ik denk van, goh, misschien heb ik toch nog wel wat diagnostiek nodig. Of als er iets is dat ik dan kan terugvallen op de spoedeisende hulparts of op een specialist in het ziekenhuis. En die samenwerking is erg goed. En dat maakt dat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven, maar bij ons komen te liggen. En over het algemeen kunnen ze ook weer snel weer terug naar huis. Want dat is het doel. Het gaat om kortdurende zorg. Tot nu toe werkt dat goed, volgens ouderenarts Lofredo. Er zijn hier in korte tijd al 40 ouderen op deze manier geholpen. Morgen in de laatste aflevering zie je wat de ouderen zelf van Getijden vinden.